Yo mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op Teampark Teaming. En vandaag gaan we het hebben over de maatregelen in de pretparken in 2021. Veel kijkplezier! Nou, we zijn alweer bij de vijfde dag bij het aftellen naar Walibi Fright Nights. Ik ga 28 oktober naar Walibi Fright Nights en dat tellen we naar af. En dat doen we door middel van deze hele mooie Beware 13 Spooky Days Countdown kalender. Elke dag zit daar een Funko in en die gaan we samen gewoon bekijken. Maar voordat we daarmee beginnen hebben we altijd eventjes een themaatje, een onderwerpje waar we het over hebben. En vandaag gaan we het dus hebben over de maatregelen rondom een bepaald virus. En dat gaan we dus nu doen. Nou, zoals de meeste mensen wel weten, hebben we nog steeds last van het coronavirus. En ja, de pretparken hebben daar ook wel de laatste tijd een beetje last van gehad. En zo dit jaar ook weer met Halloween. Vorig jaar is Halloween na twee avonden eigenlijk helemaal gestopt voor alle parken. Maar dit jaar gelukkig nog niet. Ik hoop dat het zo blijft, want anders gaat dit hele plan niet door van Fright Night. Maar dat ziet er volgens mij nog wel redelijk positief uit. Maar er zijn wel een paar parken die een aantal maatregelen hebben en dat is toch wel handig om te weten. Zo is Avontuurpark, kun je gewoon heen, er is geen 1,5 meter meer, ook geen toegangsbewijzen zoals we de laatste tijd ook allemaal heel veel gezien hebben in het nieuws waarschijnlijk. Dat hoeft allemaal niet in Avontuurpark. Ik zal het even hebben over de drie parken die ik laatst ook heb besproken van de engste park van Nederland, de grootste opgezette Halloween evenementen persoonlijk. Dus dat is dus Avontuurpark, Toverland en Walibi. Avontuurpark heeft dus eigenlijk geen regels. Je kunt gewoon zonder toegangsbewijs en zonder 1,5 meter te houden naar binnen. Dan hebben we Toverland, dat is nummer 2. En Toverland die heeft eigenlijk hetzelfde, maar er zijn een paar restaurants als je daar gaat eten. Dan moet je wel een toegangsbewijs laten zien. Ze hebben dit jaar ook een speciale dinner experience-achtig iets. Een spooky dinner, waarbij je ook allemaal een speciaal soort Halloween eten krijgt. Dus daar moet je wel je toegangsbewijs laten zien, maar voor de rest niet. Dus dat is ook fijn. En dan hebben we op laatst hebben we nog Walibi Fright Night. En daar is eigenlijk de meeste maatregelen, want die heeft dus zowel dat je het bewijs moet laten zien bij een dinner experience. Want je kunt in een caravan kun je eten en er komen allemaal monsters achter je aan. En je kunt ook eten in de clinic, dat is het ziekenhuis. En daar zitten ook allemaal mensen en dus daar heb je echt een ervaring, helemaal een ervaring. Daar moet je je toegangsbewijs laten zien. Dat was het eerste plan, maar toen kwam later, week voordat we Fright Night zal beginnen, kwam in één keer de melding dat je ook voor de entree een toegangsbewijs moet laten zien. Dus als je naar Walibi Fright Night gaat, moet je ook een toegangsbewijs laten zien. Dit kan zowel als jij twee prikkies hebt gehad, of dat je even een testje doet, 24 uur van tevoren, en dan mag je naar binnen. Maximaal 24 uur. Dus binnen die 24 uur moet je binnen zijn. Dus als je naar Walibi Fright Night gaat, hou daar wel even rekening mee. Het is ook wel heel veel aangeven op social media. Als het goed is, heb je het al wel gezien. Maar dan weten jullie dat. En dan gaan we nu verder met de Halloween kalender. Nou, het gaat snel. We zijn alweer bij vakje nummer 5. Dus die ga ik voor jullie openmaken. We gaan even kijken wat erin zit. Mooi, yo. Hij is open. Hij is open. Laten we even kijken. Zo, dit is ook een interesting bobbyje. Ik zou bijna zeggen dat dit van Twilight is. Maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Dan gaan we weer met onze stel scherp vibe. Nou, daar is die, dames en heren. Het lijkt mij een soort vampier. Dus daarom zou ik zeggen dat die van Twilight is. Maar hij is wel een vet pop. Ook weer gele ogen. Net zoals gisteren met It. Met Pennywise. En een beetje zo'n donkere kleur om de ogen heen. En ook nog rood. Dus heel vet. Ook dat er bloed uit zijn mond komt. Dus ik denk wel dat het 100% een vampier is. Maar van welke film durf ik niet 100% zeker te zeggen. Hij is wel superleuk. Dus daar hebben we die ook weer uitgepakt. Maar dan wil ik jullie nu weer bedanken voor het kijken naar de 5e aflevering alweer van het aftellen naar Halloween Fright Night. Heb je nou nog een idee waar ik het over kan hebben? En vind je het leuk? Laat een reactie achter. Like, abonneer. En als je echt niks wilt missen, want elke dag komt er een video, dus ik kan begrijpen dat je het soms even niet door hebt. Dan kun je dat belletje ook nog aanklikken en dan krijg je van alle video's een melding. Dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken en zeg ik tot morgen.